Hallo, hier is Wendy. We zijn aangekomen bij week 20, ronde 26 en dan hoek 2, oftewel de B-zijde. We gaan gauw verder haken en we gaan beginnen met kleur nummer 3. En kleur nummer 3 is bij mij middenblauw. En die gaan we haken in TSS, Tunisian Simple Stitch. 1, 2, 3, 4 en 5. En we gaan in de vijfde steek een draad halen, in dezelfde steek een tweede, en de volgende is 3, is 4, is 5, is 6. En dan gaan we in de vijfde steek, 1, 2, 3, 4, 5, in de vijfde steek gaan we een keer loshalen. En we gaan de begintoer opzetten voor TSS. Ben ik in het midden? Ja. 4, 5 en 6. En TSS is gewoon weer onder het draadje door en we zetten hem erop. En dat is 3 en 4 en 5 en 6. In de tweede steek een keer lossen en we gaan weer terug. 3, 4, en 6. En we gaan weer opstarten. 3. En 4. En 5. En 6. In de derde steek een keer lossen. En we gaan weer terug. 3. En we gaan de vierde toer erop zetten. 3. En 4. En 5. En 6. Een keer lossen en weer terug. En we gaan de vijfde toer erop zetten. 3, 4, 5. En 6. In de vijfde steek een keer lossen en weer terug. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 toeren gehad. Dus we gaan hem afhechten met een halve vaste. 2 en 3 en 4 en 5. Aanhechten in het volgende blokje met een halve vaste en een losse. En dan maken we een afsluitknoopje van. En deze gaan we afknippen, want we gaan naar kleur nummer 2. En kleur nummer 2 gaan we maken in TKS, Tunisian Knit Stitch. Aanhechten in de eerste steek. In dezelfde steek een tweede. En de volgende. 3 en 4 en 5 en 6. 1, 2, 3, 4, 5. In de vijfde steek gaan we een keer loshalen. En de begintoer opzetten voor kleur nummer 2, die we gaan haken in TKS, Tunisian Knit Stitch. Het eerste steekje heeft maar één draadje, dus voor het draadje de draad erop zetten. En de rest kan tussen de twee draden door breien. 5 en 6. In de tweede steek een keer lossen en weer terug. 4, 5 en 6. En daar gaan we weer. 1 en 2 en 3 en 4 en 5. In de derde steek een keer loshalen en weer terug. 3, 4, 5 en 6. En in de vierde toer. Even een tikje terug, Jaap. Gaan we de steken er weer op zetten. 4. 5 en 6. In de vierde steek een keer loshalen en weer terug. 1. En dan gaan we de vijfde toer. 1 en 2 en 3 en 4 en 5. In de vijfde steek een keer loshalen en we gaan weer terug.
2, 3, 4, 5 keer aangehecht. Dus we gaan in de steek afhechten met een vaste. En dat is 2. En dat is 3. En dat is 4. En dat is 5. 1, 2, 3, 4, 5. In de vijfde steek gaan we aanhechten met een halve vaste. Zonder het draadje het liefste. En een losse erbovenop die we maken als afsluitknoopje. Knippen we hem af? Jazeker. We gaan naar kleur nummer 5. En kleur nummer 5 gaan we aanhechten. En dan in dezelfde steek een tweede. En de volgende is 3. En de volgende is 4. En 5. En 6. 1, 2, 3, 4, 5. In de vijfde steek gaan we een keer loshalen. En we gaan de begintoer opzetten voor kleur nummer 5. Die we haken in TPS, Tunisian Purl Stitch. En dat wil zeggen de raad aan de voorkant. En we gaan de steek erop zetten. En dat is 2. En dat is 3. En dat is 4. En dat is 5. In de tweede steek een keer lossen en weer terug. 3, 4, 5 en 6. En we gaan hem weer opstarten. 3 en 4 en 5 en 6. In de derde steek een keer lossen en we gaan weer terug. Speld door het draadje heen. En 3 en 4 en 5 en 6. En we gaan weer opstarten. Draad aan de voorkant. 3. Zo, dat was de voordeur die hier ging. 4 en 5 en 6. In de vierde steek gaan we een keer loshalen en we gaan weer terug. 2, 3, 4 en dat kleine krummeltje aan het eind is 5. In de vijfde steek een keer lossen en we gaan weer terug. 3, 4, 5 en 6. 1, 2, 3, 4, 5 keer aangehecht. Dus we gaan afhechten en dat kan of onder het draadje door en door 2. Of wat ik doe, draad aan de voorkant, je steek afmaken door 2. En dat is 3. En dat is ho. En dat is ho. Dat was een half draadje, maar ik moet de hele steek hebben. Dus even overnieuw draad oppakken. En dat is 5. Aanhechten in het volgende blokje. Een lekkere strakke halve vaste en een losse en dan maken we een afsluitknopje van en dan gaan we naar kleur nummer 1 is bij mij roze. We gaan hem aanhechten in de eerste steek. En we gaan hem zo meteen haken in TSS Tunisian Simple Stitch. In dezelfde steek een tweede. En dan in de volgende. Dat gaat hem niet worden, voel ik.
Dus ik pak even mijn haaknaaldje erbij. In de volgende is 3. In de volgende is 4. Oeps. In de volgende is 5. En in de volgende is 6. Daar hebben we het weer mooi op staan. En dan gaan we 1, 2, 3, 4, 5 in de vijfde steek. En ik zie dat ik even mijn draadje aan de achterkant moet doen. Die hadden we niet weggewerkt. En we gaan de begintoer opzetten voor kleur nummer 1. Die we haken in TSS. 4, 5 en 6. En daar gaan we onder de draad door. En opzetten. Een beetje pluizig daar, maar het is gelukt. 4, 5 en 6. In de tweede steek een keer loshalen en we gaan weer terug. 4, 5 en 6. En dan gaan we 3 en 4 en 5 en 6. Waarschijnlijk horen jullie het vliegtuig wel. Dat is als je dicht bij Schiphol woont. En dan af en toe hebben ze zo'n uurtje. Dan komen ze zo wat praktisch over ons dak heen. Waarschijnlijk hebben we nu even dat we zo'n paar vliegtuigen dus achter elkaar gaan krijgen. Die hier over, nou vlakbij overvliegen. Het is meestal niet heel lang. Want ze gebruiken natuurlijk verschillende banen. 6. En daar gaan we. 1, 2, 3, 4 en 5. In de vijfde steek een keer loshalen en we gaan weer terug. En vorige week was ik net te laat met mijn cameraatje pakken, want we hebben die nieuwe straaljagers. Die vlogen hier dus ook mooi overheen. Maar ik was net te laat met mijn camera, vond ik wel jammer. 1, 2, 3, 4 en 5. En dan gaan we afhechten met een halve vaste. 1 en 2 en 3 en 4 en 5. Aanhechten in het volgende blokje. Met een halve vaste. En een losse. Daar maken we een afsluitknoopje van. Was het er maar 1? Jazeker. Dus we gaan naar kleur nummer 2. En kleur nummer 2 is lichtblauw. We gaan hem aanhechten en dan haken in TKS Tunisian Knit Stitch. In de eerste steek gaan we aanhechten. In dezelfde steek een tweede. En de volgende is 3 en 4 en 5 en 6. En dan gaan we hem 1, 2, 3, 4, 5 steken. Gaan we hem aanhechten. En begin toemaken voor TKS Tunisian Knit Stitch. 5 en 6. In het eerste steek gaan we een draad ophalen. Voor de steek en dan tussen de steek door. Tussen de twee draadjes door gaan we breien. En dat is 6. In de tweede steek een keer lossen en weer terug. 3, 4, 5 en 6. En we gaan hem weer opzetten. 1, 2, oops, en 4 en 5 en 6. In de derde steek een keer losse halen. En weer terughaken. Wel maar door twee draadjes, Wendy. Door 2. Ja. En dan gaan we weer. 2, 3, 4 en 5. En we gaan in de vierde steek een keer loshalen en weer terug. 3, 4, 5 en 6. Nog één toertje, denk ik. Jazeker.
4, 5 en 6. Een keer als we maar wel even goed de stekel pakken. Dat ga je echt zien als je zo'n half draadje net meeneemt. 5 en 6. 1, 2, 3, 4, 5 keer aangehecht. Dus we gaan in de steek erop zetten en een vaste. Dus de breisteek en een vaste. En dat is 3. En dat is 4. En dat is 5. Aanhechten in de eerste steek met een halve vaste. Een losse met afsluitknoopje. Maar van kleur nummer 2 hebben we 2 blokjes. Dus we gaan er nog eentje aan zetten. In dezelfde steek een tweede. En 3. En 4. En 5. En 6. 1, 2, 3, 4, 5. In de vijfde steek ga je een keer losse halen. En we gaan weer terughaken. 2, 3, 4, 5 en 6. En we gaan in de steek breien. 3 en 4 en 5 en 6. In de tweede steek een keer lossen en we gaan weer terug. 2, 3, 4, 5, 6. En we gaan weer de derde toer opzetten. En de vierde toer. Oeps. En weer terug. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. En daar gaan we. 4, 5 en 6. En we gaan in de vijfde toer. Eén, twee, drie, vier, vijf. En dan gaan we in de vijfde toer gaan we een steek oppakken, breisteek en een vaste als afhechttoer. Tussen de twee draadjes de breisteek maken. En een vaste. Aanhechten in het volgende blokje in de eerste steek. Maar twee draadjes oppakken met een halve vaste en een losse. Met afsluitknoopje en deze knippen we af. En dan hebben we twee blokjes gehaakt in twee. Dan gaan we naar kleur nummer 5 en ook daar gaan we twee blokjes van haken. Even aan de andere kant. Ik zat aan de achterkant van mijn haaknaald. We gaan hem aanhechten. In dezelfde steek een tweede en in de volgende is 3. Is 4, is 5, is 6, 1, 2, 3, 4 en 5, 3, 4, 5. En we gaan de keer loshalen en de begintoer opzetten voor kleur nummer 5, 2 blokjes in TPS Tunisian Purl Stitch. Dus draad aan de voorkant. Dat is 2 en 3. Draad aan de voorkant. Altijd weer even wennen aan deze steek van, oh ja, aan de voorkant. En dat is 6. In de tweede steek een keer lossen en weer terug. 4, 5 en 6. En draad aan de voorkant. En 5 en 6. In de derde steek een keer loshalen en weer terug. 3, 4, 5 en 6. En draad aan de voorkant.
Even krabbelen. Gisteren vrij lang in het zonnetje gezeten. En mijn huid is nu echt heel erg gevoelig, want het is natuurlijk best wel pittige zon in mei, juni. En van de week had mijn dochter ook al bij een vergadering van haar werk had ze buiten gezeten. Nou, die was vuur en vuurrood. Dus het is ook een pittige zon nu. Dus ik merk dat ik gisteren ook misschien net even te lang heb gezeten. En dat is 1. En 2. Maar ja, het is zo lekker het zonnetje en je weet weer niet. Het is nu juni, begin juni. Ja, bijna half juni maar. En je weet maar niet hoe de zomervakantie weer is. Dus ik heb me voorgenomen als dit voorjaar mooi weer is. Lekker van genieten. 2. En 3. En 4. En 5. En 6. 1, 2, 3, 4, 5 toeren gehaakt. Dus we gaan hem afhechten met een halve vaste. En dat kan ook in de steek met de draad aan de voorkant. En door 2. En dat is 3. En dat is 4. En dat is 5. Aanhechten in het volgende blokje. Met een halve vaste en een losse. En dan maken we een afsluitknoopje van. Maar we mogen nog een blokje in zwart. En dan gaan we in dezelfde steek een tweede. En 3. En 4. En 5. En 6. Maar niet afgehechte draadjes. 1, 2, 3, 4 en 5. Dat kleine krummeltje hier. Is mijn vijfde steek, dan ga ik een begintoertje maken voor nog een blokje in kleur nummer 5 met TKS Tunisian Knit Stitch. En gisteren had iemand een kleurcombinatie en die zei, wordt dat wel wat? Dus ik zei, als je aan het eind van de weken, zeg maar, in december zijn we klaar, hè? Als je dan nog een deken zou willen maken, kijk dan eens op de site Stitch Fiddle. Want daar kan je een patroon intekenen en dan kan je dus precies zien of de kleurtjes die jij in gedachten hebt, of dat ook wordt wat jij hebt, wat je in gedachten hebt. Want soms denk je, nou ik weet niet hoor, maar dan ga je hem uittekenen en dan zie je gewoon van, nou het staat toch wel heel erg mooi bij elkaar. Dus ik had dat voor die mevrouw eventjes getekend en gestuurd. Ze was er heel blij mee dat ik dat voor haar over had. Nou, kleine moeite, groot gebaar zeggen we altijd maar. Maar het is wel een handige site, dus ik zal ook eventjes een linkje plaatsen. Die komt hier eventjes boven te staan, dat je ziet hoe die heet. Stitch Fiddle. En daar kan je dus altijd een patroontje intekenen of een patroon uittekenen. En ik heb hem nu dus alleen maar met blokjes gedaan, dat je die een kleurtje geeft. Al die kleurtjes kan je aanpassen. Dus ik zat zo dicht bij de kleuren die die mevrouw gebruikte. Maar ja, voor jezelf is het ook handig, want je kan hem ook uittekenen. Dat heb ik dus bij mijn eigen dekens gedaan. Maar dan ben je ook wel een halve dag bezig voordat je dat gekleurd en gedaan hebt. Dus is misschien een leuke tip als je denkt van ik ga hierna nog een keer een deken maken. En dat je dan van tevoren je kleur goed kan bepalen. Zodat je weet, is het wat ik in gedachten heb? Want wil je de ster uit laten komen of wil je liever de lijnen uit laten komen? Dat is toch wel een groot verschil. Dus dat is wel eventjes misschien de tip van deze week. 3, 4, 5 en 6. En dan de laatste toer denk ik weer. En ik had hem dus ook voor het eerst gezien een paar weken geleden dat ik bezig was met de deken van Marjolein. Zei ze van, ja daar heb ik hem dan, daar maak ik mijn patroontjes. Nou, ik vind het echt een hele mooie site om uit te proberen. We zijn bij 1, 2, 3, 4, 5e toer. Dus we gaan afhechten. En zeg ik dat goed? Ja, we gaan afhechten met een halve vaste. 1, 2, 3, 4 en 5. Ik moest even kijken, in zwart is het soms moeilijk te zien. Moet ik nou dit draadje of dat draadje pakken?
En ik moest dus eentje eerder als dat ik had gedacht. Anders dan had ik maar 4 steken afhechting gemaakt. Dat komt natuurlijk niet mooi uit. En dat is 3. Of 4 eigenlijk al. Of niet. Even kijken. 1, 2, 3. Nee, dat was pas 3. En 4. En dan toch nog hier die laatste kleine steek. Of zo, ik ga hem toch even terughalen. Ik zit te praten en te haken tegelijk. En dat is soms niet handig. Ik was er gewoon al. Toch 5. 1. En dat is 2. En dat is 3. En dat is 4. En dat is 5. Kijk, beter. Beter maar voor het zekere weten als van... En dat je dan bij je volgende toer niet uit zou komen omdat je geen 5 steken hebt. Dat is jammer. Halve vaste en een losse als afsluitknoopje. We hebben er 2 gedaan, dus we mogen hem afhechten. En dan gaan we naar kleur nummer 1. En kleur nummer 1 gaan we aanhechten en dan haken in TSS Tunisian Simple Stitch. Daar gaan we. Aanhechten in dezelfde steek. Een tweede. In de volgende is 3. In de volgende is 4. In de volgende is 5. In de volgende is 6. 6 op de haaknaald. 1, 2, 3, 4, 5. In de vijfde steek gaan we een keer loshalen. En we gaan weer terug. 2, 3, 4, 5, 6. En we gaan TSS haken. Dus onder het draadje door. En we zetten hem erop. 5 en 6. In de tweede steek een keer lossen. En weer terug. En als er iemand is die nu met mij meehaakt en luistert en zegt, ik heb ook zo'n soort site waar je patroon op kan maken. Want wat ik wel jammer vond, het mooiste zou zijn bij het patroon van Marjolein, die bestaat uit 5 kleuren, dat je de hokjes een nummer geeft. Dus zoals bijvoorbeeld, dit is kleur nummer 1, dat je die 1 het kleurtje roze geeft. En dat je dan in 1 keer kan zeggen, alle kleurtjes 1 worden roze. Dat zou zo handig zijn, want dan hoef je maar 1 keer het patroon in met cijfers te geven. En dan kan je elke keer de kleuren wisselen. Dus mocht iemand dat weten, zo'n site waar je dat kan doen, of hoe je dat zou kunnen maken, hou ik me zeker aanbevolen. Want dat was toch wel handig geweest. Ik heb nu alles zelf uitgetekend. Maar als je gewoon achter je computertje, net zoals je een tekening soms kan maken... Zal vast wel een programma voor bestaan, maar ik ben hem nog niet tegengekomen. En dat is 5, 3, 4, 5 en 6. 1, 2, 3, 4, 5. We gaan afhechten met een halve vaste. En mocht je zo'n site weten, mag je dat hier achterlaten als reactie onder dit filmpje. Of als je denkt van ik wil het overleggen of wat uitgebreider uitleggen, mag dat altijd ook op Facebook op mijn groepje Haakwerkje. En dat is aanhechten in het volgende blokje met een halve vaste, een losse met afsluitknoopje. Dat was kleur nummer 1. En dan gaan we naar kleur nummer 2. Mijn lichte blauw. Aanhechten. En deze gaan we haken in TKS Tunisian Knit Stitch. Dus in de eerste steek gaan we hem aanhechten. In dezelfde steek een tweede. Even mijn teken een beetje verleggen, want hij trekt een beetje. Ja. En dat is 3. En dat is 4. En dat is 5. En dat is 6. Ik ga even mijn zwart verleggen. Anders zit hij zo meteen mee. 1, 2, 3, 4, 5e steek gaan we een keer loshalen. En we gaan weer terughaken. 3, 4, 5 en 6. Beetje draad pakken. En daar gaan we. Kleur nummer 2. Ik zou hem bijna in TSS haken. Wat ik al een keertje fout gedaan heb. Gelukkig niet in het filmpje, maar zelf. Het eerste draadje gaan we
voorlangs. En dan tussen de twee draadjes door gaan we weer breien. Want we gingen TKS haken en niet TSS, Wendy. In de tweede steek een keer lossen en we gaan weer terug. Gelukkig zag ik het op tijd. En dan gaan we weer tussen de twee draadjes door. 3 en 4 en 5. 6 steken op de haaknaald. In de derde steek een keer lossen en weer terug. 3, 4, 5 en 6. En dan gaan we weer 1 en 2 en 3 en 4 en 5. In de vierde steek een keer lossen en weer terug. 3, 4, 5, 6. In de vierde toer. 4, 5 en 6. In de vijfde steek een keer lossen en weer terug. 3, 4, 5 en 6. 1, 2, 3, 4, 5. Dus we gaan aanhechten, wil ik zeggen, afhechten. In de steek gaan we hem afmaken. Dus eerst de breisteek en een vaste. En dat is 3. En dat is 4. En dat is 5. Aanhechten in het volgende blokje. Met een halve vaste. En een losse met afsluitknoopje. Hadden we er maar 1? Jazeker. En dat is afknippen. En we gaan naar kleur nummer 1. Nog maar 2 blokjes. Dan zijn we alweer aan het eind van deze toer. Het worden nu steeds minder. Dus we zijn steeds sneller klaar. En dan gaan we in de eerste steek aanhechten. In dezelfde steek een tweede. En de volgende is 3. Volgende is 4. Volgende is... is niks. Nu 5. Volgende is 6. En daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5. In de vijfde steek gaan we een keer lossen halen. En we gaan weer terug haken. 1. En 2. En 3. En 4. En 5. En 6. We gaan onder de steek door en op de haaknaald zetten. Gewoon TSS, Tunisian Simple Stitch. Tweede steek een keer loshalen en we gaan weer terug haken. 3, 4, 5 en 6. En dan gaan we weer. 3 en 4 en 5 en 6. In de derde steek gaan we terug haken. 3, 4, 5, 6. En we gaan in de vierde steek. 3 en 4. En 5 en 6. In de vierde steek en weer terug. 3, 4, 5, 6. En in de vijfde. Zonder extra draadje. Ik moet trouwens zeggen dat deze toer toch echt bijna zonder draadjes is gehaakt. Nou, dat ik zeg van oeh, een draadje, denk ik, hey, valt me echt op. De vorige toer had ik... Van week 19 had ik echt veel draadjes. Ja. 1, 2, 3, 4 en 5. En we gaan afhechten met een halve vaste. 2 en 3. En 4 en 5. Aanhechten in de eerste steek van het volgende blokje. En een losse erbovenop. Je had een halve vaste gedaan, hè. En dan de laatste van deze week. Wat ik voor haak althans. Jullie mogen nog 2 keer A. Tenminste 1 keer A, 1 keer B. Oftewel hoek 1, hoek 2. En dan aanhechten in deze steek. En een tweede draadje. En we gaan in de volgende. En wel onder 2 draadjes door.
en boven het horizontale draadje als je afgehecht hebt in TKS. 3 en ik ga even mijn haaknaaldje pakken, want die gaat zoveel makkelijker onder die twee draadjes door. Dus daar hebben we nummer 3 aantrekken. Nummer 4 erop zetten. Dat was een extra draadje, die hebben we niet nodig. Ik had net gezegd, zo wat zonder draadjes. Dank u. 5 en 6. 6 steken op de haaknaald. 1, 2, 3, 4, 5. In de vijfde steek een keer lassen. En we gaan de begintoer maken voor kleur 5. TPS Tunisian Purl Stitch. Dus draad aan de voorkant. 1 en 2 en 3. 4 en 5. In de tweede steek een keer lossen en we gaan weer terug. En draad aan de voorkant. En dat is 3 en 4 en en 6. In de derde steek een keer lossen en we gaan weer terug. En draad aan de voorkant. Keer lossen gehaald en we gaan de vierde toer maken. En 5 en 6 draad aan de voorkant. En 3 en 4 en 5 en 6. In de vijfde steek een keer loshalen en weer terug. 3 en 4 en 5 en 6. 1, 2, 3, 4, 5 keer aangehecht. Dus we gaan afhechten met een halve vaste. Dat is 1, dat is 2, dat is 3, dat is 4, dat is 5. Nou, we hebben weer heerlijk rustig met elkaar gehaakt. Niet zoveel verteld vandaag. Een keertje wat rustiger. Aanhechten met een halve vaste en een losse met afsluitknoopje. En dit was de laatste blokje van hoek 2. We gaan hem even checken. Altijd handig. We hebben kleur nummer 3, 2, 5, 1, 2 en 2. 5, 5, 1, 2, 1, 5. Hij klopt weer helemaal. Dus voor week 20, ronde 26, kant 2, hebben we hem helemaal gehaakt. Je mag hem nog een keertje herhalen aan de andere kant. En dan zie ik je heel graag volgende week terug bij week 21. Bedankt voor het meehaken. Het was gezellig. En tot volgende week. Dag!